In de middeleeuwen waren teksten vooral religieus van aard en geschreven in het Latijn. Vanaf het midden van de 12e eeuw maakte literatuur in de volkstaal opgang. De Nederlanden maakten kennis met een nieuw type tekst, de liefdesroman. De schrijvers van deze teksten haalden hun onderwerpen uit Franse romans. Ze vertaalden die teksten en gaven er hun eigen draai aan. Het is opvallend dat deze eerste Nederlandse auteurs in het zuidoosten van ons taalgebied, in het Maasland, actief waren. Van de teksten die zij schreven is maar heel weinig bewaard. Veel fragmenten van de oudste Middel-Nederlandse liefdesromans zijn teruggevonden in latere boeken. Vanaf de 16e eeuw kochten boekbinders immers de oude perkamenten handschriften op en sneden die in stukken om er nieuwe boekbanden mee te verstevigen. Deze verstopte fragmenten werden vooral in de 19e en 20e eeuw uit kaften en banden van boeken losgepeuterd. Maar ook nu nog kunnen we spannende ontdekkingen doen. Tegenwoordig wordt natuurlijk moderne technologie ingezet, waardoor we de oude boekbanden niet onnodig hoeven te beschadigen. In de loop van de tijd werden in boekbanden resten aangetroffen van Floris en Blanchefloor, Ajoel en Mirabel en Tristan en Isolde. Verhalen over beroemde middeleeuwse liefdesparen die allemaal rond of vlak na 1200 werden opgeschreven. In elk van de drie verhalen staan wonderlijke verhalen over de Hoofse liefde centraal. Het oudste verhaal, Floris en Blanchefloor, gaat over de onmogelijke liefde tussen een moslimprins en een christelijke slavin. De twee zijn voor elkaar bestemd. Dat blijkt al uit hun namen, want Floris betekent bloem of rode roos en Blanchefloor witte bloem of lelie. Ze zijn op dezelfde dag geboren en wel op Palmzondag. Al in de wieg kussen ze elkaar, maar Floris' vader wil zijn zoon niet laten trouwen met een christelijke slavin. Hij verkoopt het meisje aan slavenhandelaren die haar doorverkopen aan de sultan van Babylon. Daar belandt Blanchefloor in een zwaar bewaakte harem. Floris is diep bedroefd en stelt alles in het werk om zijn geliefde terug te vinden. Hij reist naar het Midden-Oosten en weet tot in de haremtoren door te dringen door de poortwachter om te kopen en zich in een bloemenmand te verstoppen. Hij wordt ontdekt door Chloris, een vriendin van Blanchefloor die een luide kreet slaakt. Als de andere vrouwen komen aangestormd, heeft Chloris al in de gaten dat het om de vriend van Blanchefloor gaat en vertelt ze een leugentje om bestwil. Chloris zwijgt de waarheid, en de dachte aan ihr hoefesheid. Sie sprak en to met minnen, mich sprang aan mijn kinne, uta diesen bloemen, ein pampilion schone. Chloris verzweeg de waarheid en dacht aan haar hoofsheid. Ze zei liefdevol tegen hen, er sprong een mooie vlinder uit deze bloemen tegen mijn kin aan. Deze passage is uniek omdat ze de eerste vermelding van het woord hoefesheid, hoofsheid, in de Middel-Nederlandse literatuur bevat. Het voorkomen van dit woord in Floris en Blanchefloor laat zien hoe het hoofse ideaal, dat waarde omvat als verfijning, verdraagzaamheid, schoonheid en zelfbeheersing, aan het einde van de 12e eeuw niet alleen bij de schrijver, maar ook bij zijn publiek bekend moet zijn geweest. Dit blijkt onder meer uit het feit dat Floris geen geweld gebruikt om zijn geliefde terug te vinden. Anders dan in veel Arthur-literatuur komt er geen lans of zwaard aan te pas. Eenmaal herenigd worden Floris en Blanchefloor door de sultan ontdekt en ter dood veroordeeld. Maar de liefde die de hoofdpersonen voor elkaar koesteren, vermeurt de vorst. De een wil voor de ander sterven. Alles komt goed, zoals in een sprookje. Floris trouwt met Blanchefloor en volgt zijn vader op als koning van Spanje. Hij wordt de grootvader van Karel de Grote. De les die deze vroege liefdesidylle ons leert is duidelijk. Liefde overwint alles. Van de Limburgse Ajoel en Mirabel zijn ongeveer 780 verzen bewaard gebleven, meer dan twee keer zoveel als van Floris en Blanchefloor. In tegenstelling tot het leeuwendeel van de Middel-Nederlandse ridderepiek zijn de verzen van Ajoel en Mirabel niet onder elkaar genoteerd, maar naast elkaar, enkel gescheiden door een punt. Dat is ook het geval bij de fragmenten van Floris en Blanchefloor. Het maken van handschriften was immers een kostbare zaak en op deze manier bespaarde men ruimte en paste er meer tekst op het perkament. Het verhaal vertelt over Ajoel, de zoon van een verbannen Franse hertog, die na een reeks avonturen de beeldschone moslimprinses Mirabel schaakt en met haar trouwt. Ze krijgen een tweeling, twee zonen.
Aiols grootste vijand is een zekere Macaire. Hij ontvoert de baby's, neemt ze 's nachts mee naar een brug over de Rhône en gooit ze pardoes in de snelstromende rivier. Gelukkig zit op dat moment een man, genaamd Thierry, onder de brug in een bootje te vissen. Hij redt de kinderen van de verdrinkingsdood. Onder der Broeken was een man, den ik genomen walen kan. Thierry die visset in die manen. Hij zag die kinder wal gedane, wie omvlierten in dien wagge. Uter dien watte hieße droog. Onder de brug bevond zich een man, wiens naam ik best kan noemen. Hij heette Thierry en viste in het maanlicht. Hij zag de mooie kinderen naast zich in de golven drijven en trok ze uit het water. Na veel omzwervingen wordt het gezin herenigd en krijgt de verrader, Macaire, zijn verdiende loon. Hij wordt gevierendeeld. Een opvallende thematische parallel tussen Floris en de Blanchefleur en Aiol is de liefde over de grenzen van religies heen. Van de derde vroege liefdesroman, Tristan en Isolde, zijn slechts 158 verzen bewaard, allemaal van het einde van de tekst. Het verhaal vertelt over een driehoeksverhouding. Tristan is de neef van koning Marke van Cornwall. De koning is met de Ierse koningsdochter Isolde getrouwd, maar zij houdt er intussen een geheime liefdesrelatie op na met Tristan. De twee zijn namelijk na het drinken van een toverdrank verliefd geworden. De relatie loopt uiteindelijk tragisch af. Na talloze listen wordt het overspel ontdekt. Tristan wordt verbannen en raakt gewond door een giftige speer. Enkel Isolde kan hem redden, maar ze komt te laat en sterft op het dode lichaam van haar vriend. Zo zijn ze samen verenigd in de dood. In alle drie de vroege Maaslandse romans wordt het liefdesthema verbonden met exotische elementen of bovennatuurlijke gebeurtenissen. Het Verre Oosten, een harem, miraculeuze reddingen en een wonderlijke toverdrank. Maar vooral de veelsoortige vormen van liefde tussen partners van verschillende afkomst en godsdienst worden centraal geplaatst. Veldeke slaat diezelfde richting in met zijn Eneas-roman.